Yo mensen van Mick, mijn naam is Mick en welkom bij deze splinternieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan wij iets heel tofs doen. We gaan namelijk even Probeer Niet Te Lachen Fortnite editie doen. Ik heb het al 2 keer gedaan en dit is eigenlijk de 3e keer dat ik dit ga doen. En ik heb nu echt volgens mij de beste compilatie die ik van al die 3 keer heb. Dus deze gaat best wel moeilijk worden. Als jullie er zin in hebben, doe even een duimpje omhoog. Smash hem even. Ja, gewoon zo, bam. Doe even gewoon lekker toch. Ja, smash gewoon even je duimpje omhoog. Kom op man, je kijkt elke dag bijna. Ik zit elke dag video te maken. Eén duimpje omhoog een keer. Please. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Ik ga mijn koptelefoon opzetten. En dan gaan we beginnen met deze Probeer Niet Te Lachen video. Let's go. Oké, de eerste video. Daar is hij dan. Oh, hij denkt dat hij een standbeeld is natuurlijk. Omdat hij die skin op heeft. En daar staat zo'n standbeeld op. Ik mag niet lachen. Waarom lach ik nou? Dat was niet lachen. Oké, hij is de muurtje aan het weghakken. Hij heeft heel het gebouw weggehakt. Dat is best wel knap, maar niet grappig. Ik lach tenminste niet. Misschien vinden jullie het wel grappig, maar ja, ik lach niet. SpongeBob. I don't need it. Ik heb het nodig. En dan pakt hij de chuk. Dat was voorspelbaar. Oké. Oeh, dit was denk ik een van de moeilijkere. Oh baby. Oh no. Oh shit! Wat gebeurt er? Oh! Ja, dat is zo. Oh damn! Dat was eigenlijk best wel heel erg ziek. Wat gebeurt hier? Zit hij nou op de toilet? Oh, dit is zo van... Ik hoor overal iemand lopen. Waar de fuck is diegene? Zo zitten we allemaal wel een keer in een hoekje. Oh, god. Het blijft grappig! Kut! Oh, god. Stairway to Heaven en... Oh, my... Wat doet hij? Oh, wat? What the fuck? Dit is meer insane dan grappig. Maar heb je echt geluk hoor. Dan heb je echt wel heel veel geluk. Oh, deze. Ja, die heb ik al een keer gezien. Dit is zeg maar dat hij een vrienden wordt en dan wordt hij zeg maar doodgeschoten. Deze skippen we gewoon even, want dit heb ik al een keer in een video laten zien. Oké, basketbal. Krijgen we hier te zien. Deze heb ik nog nooit gezien. En... Oh, what the fuck? Het is creatief, leuk bedacht, maar niet insane grappig, vind ik dan tenminste. Ik kan mijn lachen wel van inhouden. Oké, wat de fuck gebeurt hier dan? Hij gaat erop springen en daar is iemand, maar dat is toch een teamgenoot? Oh, die Boogity is een eigen teamgenoot. Oh, en heeft hij het wapen. Je ziet het heel slecht, slechte kwaliteit, maar dan heeft hij de scar. Dat was wel echt, ja, dit heeft iedereen wel een keer meegemaakt volgens mij. Oh, dit is de originele Fortnite dans. Yeah! Echt insane. Die gast die dat bedacht heeft. De Fortnite originele dans. Dat is de beste dans die er is. Oké, weer een Stairway to Heaven. Dit is echt... Oh mijn god. Dit is echt een prank. Hier in Salty Springs. Wat gaan ze doen? Bob. Oh, hij... Oh, damn. Ja, maar dit is meer insane dan grappig weer. Dit is best wel... Ja, insane. The superior way to play. Oftewel de duurdere manier om te spelen. Oh, hij heeft een PlayStation in zijn auto. Dus hij kan Fortnite in zijn auto doen. Ja. Oké, wat gaat hij doen? Hij geeft zijn potion. En? De alcohol. Nou, nu wordt hij niet gekilled. Nou, dat is wel chill. Maar niet grappig. Het is uiteraard dat er leven zou grappig moeten zijn. En oh, hij geeft hem ook nog bandages. Dat is heel lief. Maar het moet grappig zijn. Het moet grappig. Ik moet gaan doen. Niet denken van, oh, dat is best wel nice. Of er moet nog iets grappigs gaan gebeuren. Want de clip gaat nog... Nee, nee. You don't know he's here. Er zijn mensen in dezelfde kamer waar hij nu in zit, schijnbaar. Turn around slowly, you see him? Oh, damn. Oh, okay. They're all dead. A grenade, a grenade. Oh, a what grenade, the fuck? Grenade. Hij heeft een grenade? Shotgun him. Give a do it. Nice. Oh, don't what? They don't know you're there. Super confused. They don't know you're there. Oh. Oh, damn. Oh.
Oh damn! Hij killt heel het team! Het is al grappig dat ze zeg maar er allemaal staan. Ja, maar dit is weer insane. Niet grappig eigenlijk. Ja, een beetje wel grappig. Dit is wel grappig. Even de vlos erachteraan. Oké, okay, wat gaat hier gebeuren dan? Hij hakt het naar beneden. Wat? Hij doet de deur dicht. En nou? Gaat er eigenlijk iemand... Wat? Ik snap het niet. Oh, hij snapt er ook vrij weinig van aan de manier hoe die loopt. Ik denk dat er dadelijk iemand dadelijk de deur open gaat doen. Oh, wat? Oh mijn god, hij was zo slecht, die gast. Oh, en nu gaat hij een spectaten en nu gaat hij... Ja, oké. Okay. Kijk gewoon maar. Ik denk dat ik al weet wat er gaat gebeuren. Die was best grappig. Onder de trap zit iemand, of niet? Oh, wat? Het is echt, jongen, dit zijn mensen die op mobiel spelen. Dit is zo verschrikkelijk. Of met een touchpad, zeg maar. Met het laptop touchpad. Daar moet je ook gewoon niet mee spelen. Kijk, het is leuk als mensen hem uitlokken, want meestal worden ze wel één keer geraakt. Ja, zoals nu. En dan maken ze hem pas af. Dat is altijd. Altijd mensen die uitlokken worden één keer geraakt en dan pas maken ze hem af. Maar ja, het is toch grappig, hè. Het ziet er toch leuk uit. Hij heeft toch een medkit, dus wat boeit het. Oké, what the fuck gebeurt hier? Hij gaat de McDonald's in, volgens mij. En dan gaat hij Fortnite spelen. What the hell? Dan moet je ten eerste heel veel lef hebben en ten tweede... Hoe kom je aan stroom? Zit er stroom in de... McDonald's? Ja, tuurlijk, maar voor ons, voor mensen die daar komen eten ook. Kijk, internet kan je regelen via 4G van je mobiel. Maar, oké, het ziet er best wel grappig uit als je Fortnite in de McDonald's doet. Oh, die medewerkers vinden het ook wel grappig. Oké, ja, maar het zijn ook jonge kerels, dus ik snap het wel. Ik denk dat de eigenaar het minder grappig vindt. Het is eigenlijk best wel leuk, toch? En ja, jongens, dat was dus de Try Not To Left. Ik vond hem sowieso beter dan anderen, zeker in het begin. Die SpongeBob was eigenlijk best wel goed bedacht, maar... Ja, ik heb twee keer gelachen of zo. Ik vind dat ik het best goed heb gedaan. Jongens, laat even weten of jullie hebben gelachen hier beneden in de comments. Doe natuurlijk ook even je duimpje omhoog. Ja, gewoon één keer even liken alsjeblieft. En reageer op mijn video dat ik pindakaas heb. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik wou zeggen. Dit kwam er gewoon random uit en ik ga het ook gewoon in de video houden. Ik hoop dat je genoten hebt. Mijn naam is Mick en ik zal zoals altijd Mick out.